We gaan kijken naar onze razende reporter Mike. En die gaat ballen gooien. Maar niet zomaar ballen gooien. Die gaat blind ballen gooien. Mike, ben je daar? Ja. Mike, ik heet geen Mike. Oh, ik heet Jan-Paul. Oh, Jan-Paul, sorry. Mike is de producer hier. Jij bent Jan-Paul. Neem me niet kwalijk, jongens. Hoi. Ga je gang, Jan-Paul. Ja, ik sta op een ballengooitent en ik weet niet of je me ziet. Maar in ieder geval, zien jullie mij? Ja. Hi. Oké, ik ga nu mijn blinddoek omdoen. Ik leg mijn microfoon. Let op. Haken. Dat is Jan-Paul, dat is onze razende reporter. Die gaat blind ballen gooien om te kijken of hij toch die prijs in de wacht kan slepen. Hè? Ja, je wil natuurlijk niet met lege handen naar huis als je hier op de kermis staat. Ik heb hem inmiddels om, maar geloof me, dit praat echt heel irritant. Als je het op de webcam bekijkt op kermiswem.nl, dan zie je hoe belachelijk ik er nu uitzie. Ik hoop dat ik geen mensen verwond op deze manier, maar ik ga nu mijn eerste bal gooien. Ik heb er 8 in totaal. Ik weet niet of dat... Ik pak nu mijn tweede bal. Ik weet niet waar ik tegenaan gooi voor de duidelijkheid. Ik heb een blinddoek om. Je moet de SpongeBob-tanden weggooien, zie je. Was dat raak? Volgens mij was dat raak. Ik hoorde een geluid wat op raak leek. Ja, dat is het kunstgebit van die man die ernaast staat. ik heb nog 3 ballen in totaal. Oké. Dan gooi je er... Die was volgens mij heel erg mis. Nog... Dat was mijn ene laatste bal. En dit is de allerlaatste bal tijdens het blindballen gooien. En dan doe ik nu mijn blinddoek af. Wat is ik de score? Ik heb 1 tand geraakt. Ik vind het een applaus waard. Echt waar, ja. Met een blinddoek gegooid, 1 tand raakt. Goed zo, Knul. Alle prijzen gaan jouw kant op. Want volgens mij heb je altijd prijs bij ballen gooien, of niet? Jazeker. Ja, terug naar jou. Ik vond het weer een hele spectaculaire bijdrage, Jan-Paul. Blind ballen gooien.